Zo zijn wij. Ik vind het wel niet... speciale camera's. Nee, maar het is iets raar. Hij is wat te klein. Maar dat is niet waar. Zie, perfect. Ja, zo. Yes. Ja, maar ja, ik zit hier wat opgemoefeld, hè, ja. Kamerjassen, dat, oh, zolang dat ik leef, draagt ons vader al kamerjassen. Ja, heel zijn leven. Hij is zot van badjassen. Ja, ik kan dat wel zeggen. Zot. Jij bent nu precies zo'n kindje zo, de, van vijf, dat het, het zwembad komt. Hij heeft ooit zelfs... Allee, Hugh Hefner, toen Hugh Hefner gestorven is, werd zijn badjas geveild via zo'n site. En ik moest dan proberen om die te bemachtigen. Maar ik had dan per ongeluk zijn salontafel gekocht. Die staat nu in ons tuinkerk. Even mis. Ja, die badjas kwam voorbij. Ik was, die had ik niet. En ik kwam er een salontafel en die had ik per ongeluk gekocht. Hè. Paniek. Maar hebt u veel mannen in les of vooral vrouwen? Nee, vooral vrouwen wel. In sommige lessen durft dat wel eens 50-50 te zijn. Zo. Ja. Ja, natuurlijk. Als er veel schoon vrouwen in uw les zitten, ja. En je dan als enige man ertussen kunt zitten. Ja. Zo probeer ik dat een beetje te verkopen aan de mannen. Ik zeg van, als je tussen de vrouwen wilt zitten, dan moet je mee met mijn les mee komen. Maar een tip voor alleenstaande mannen, ga pilates doen. Echt waar. Ja. Een goede omringd. Veel concurrentie gaat er in die klas niet hebben. Ik heb misschien een hele domme vraag. Worden hier veel scheetjes gelaten? Dat is niet gebeurd. Ja, nee, maar je snapt. Ik heb nu ook geen probleem. Nee. Hè, dus moest er iets gebeuren, maar... het is daarvoor niet direct van mij. Het is zo heel ongemakkelijk met momenten. En ik had zo'n spannend broekje aan en dat was zo... soms dacht ik van... Oh. Fijn dat je er waren. En nu ga ik een scheetje laten op het toilet. Nee, maar vertel eens iets. Van New York en al. Veel gewandeld, hè. Ben jij eigenlijk ooit al in New York geweest? Nee. Is dat niet voor mij? Ga jij maar eens eerst naar New York Bokrijk. Is voor iedereen, Marie. Naar waar moet ik eerst? Naar Bokrijk. Dat is ook plezant. Je bent nog geen wereldreiziger. Nee. Wat is uw verste reis dat jij alleen hebt gemaakt? Alleen? Alleen zonder... Wat Turnhout. Over in die. Ja. Maar veel verder gaat dat niet. Op er een alleen, hè? Ja, nee, ik ben niet zo solo-avonturier. Ik heb nu voor de eerste keer een hotel geboekt zelf in Hasselt. Nee, in Genk. Amai. Ja, en ik heb nu al, dat is pas voor over een maand of zo, en ik heb nu al heel de tijd stress dat als ik er ga toekomen dat er iets mis is. Ja, dat is het. Dat is waar ik bang voor ben. Dat je dan vlieg je naar New York en dan kom je aan je hotel en dan blijkt dat dat niet gelukt is, die boeking. Zie, ik krijg al stress. Wie zit hier allemaal binnen? Allee, ik heb ook eens een kleedkamer. En dat is hier 100 graden. Dat was hier warm al, hè? Hoe chauffage ja, staat dat aan? Is niet door mijn strijkijzer. En wat is deze? Wat, hè? Ja, dat is ook van mij. Ik heb een loge. Allee, ik kan me er amper in draaien of keren. Dat is heel klein. Was volledig overgenomen, deurin. Ja, want de kostuums voor de bezoekers waren belangrijker dan dat ik op mijn gemak de première kon doen. Hè. Ja, nee, liefje, maar wij hadden geen eigen kleedkamer. Niemand? Niemand van die mensen die komt zien daar in een eigen kleedkamer? Het zal schoon worden. Er zit 1600 man in de zaal. Oh, dat die allemaal een eigen kleedkamer hebben. Is dat omgeplooid omdat je hier iets wou lezen of plooi ik dat terug op? Nee, laat het zo. Je moet niks veranderen. Allee, deze is dat toch niet wat dat mensen denken dat een artiest voor dat een grote première zit te doen. Jij zegt altijd, je komt nooit kijken. Ik ben hier nu. Ja, kijken, ja, ik kom nooit kijken. Ik heb niet gezegd, je komt nooit strijken. Dat is iets anders. Hè, ja. Ik zit hier precies in een strijkatelier in Dingen, in Thailand. Ik had dat moeten zien, zeg. Dat was er drukker dan in een IKEA op de drukste zaterdag. Kruipt hem bij de Jellen in zijn kleedkamer of bij de James? Dat zou heel raar zijn, hè, liefje. Jij moet hem toch voorbereiden? Oh, ik niet. Is je nerveus? Nee. Ik wil niet dan ook zo al opdraaien, zo boven het mij gaan zitten. Wat doe ik nu weer verkeerd? Ik lees gewoon rustig het programma. Nee, maar je neemt ruimte in allemaal. Ja, Free! Mm-hmm. Je blinkt keischoon. Ja, vind jij mijn oren en mijn hoofd niet groot? Wat? Ja, ik heb dat heel goed. Omdat die diadeem duurt dit een beetje. Ah, ja, omdat dat een dikke diadeem ja, is. Die diadeem was groot. Dus als ik die zo achter mijn oren zette, dan deed mijn oren een beetje dat, vond ik.
dan leken mijn oren ineens heel groot. Ja, nee, jij had je daarop gefixeerd. Ja. En hoor iedereen zo die oren, ja. Nee, ik wou even gewoon wat verschillende meningen. Heb ik nu niet precies echt een gigahoofd? Een beetje. Het is wel wat groter en dan anders. En ook veel oren. Als je helemaal omhoog doet, Nee, dan heb ik echt een ei. Ik zou dat ook doen. En ik vind ook heel veel oor. Maar nu zijn ze ook wel rood. Ik heb er ook aan zitten trekken nu, natuurlijk. Ellen, denk jij dat ik grote oren heb zo? Ik ben zo de kleinkind van de Jos. Nee. Die stond kei rood op het einde. Omdat je er al een uur zat aan te precies trekken. Precies, de oren van Jos. Vind jij dat ik grote oren heb nu? Nee? Dat is een stom verhaal, zo. Hè? Ja. Ja. Ja, maar zie je? Zie je? Die is als vader. Ja, ik zei het ook. Zie, vind je, waarom kijkt jij zo raar naar mij? Nee, niet. Dat zal wel. Ja.